in Radio Tour de France, de kneedstory. Ja, beste luisteren vrienden, dit wordt een vierde verhaal van een kneed. En het wordt een tamelijk nat verhaal. Ik heb dingen vandaag meegemaakt dat ik niet voor mogelijk had. Er waren dus in het begin, was het van die sprinten met 12 seconden bonificatie, die hebben een groepje weg laten lopen. En die hebben we nooit meer teruggezien. Die gasten pakken op een gegeven moment 24 minuten. En toen zijn wij er vol achter rijden met de rallyploeg. Dat hebben we zo 3 kwartier gedaan en toen we liepen gewoon een centimeter in. Dus toen zijn we naar de post gegaan en die zei, jongens, stop doen mee, want het is water naar de zee toe brengen. En er was er genoeg water vandaag. Dus hij zegt, blijf maar zitten. Nou, met het gevolg dat op een gegeven moment de ploeg van Nino die begon te rijden. En die hebben tot het eind vol doorgereden. En ik heb de indruk dat die mannen van voren, ik weet nog geen klassement, want ik kom ook net binnen hoor. Dat die 10 minuten voor hadden. En dat Rudy PvdA hier gewonnen heeft en dat een ploegmaat van Hino Bertin in de trui zit. Dat is alles wat ik weet en ik ben tamelijk net nu en een beetje uitgepierd. We hebben, dacht ik, een beetje bluffpoker gespeeld vandaag en misschien verloren, misschien gewonnen, we gaan het nog zien. Ik hoop dat ik morgen naar live toe ook een beetje mee ben met de kopgroep, maar we proberen gewoon voor Joop te werken. En dat is vandaag met het oog op de eindzege in de Tour de France. Dus de bonificatie heb je nog niet kunnen pakken, dus wat dat betreft zijn we aardig gelukt. Ja, mijn truitje dat is dan de mist ingegaan, maar ik vind het toch, die trui die staat mij toch niet. En we gaan morgen gewoon met een rallytrui rijden. Het enige voordeel dat ik had van die gele trui is dat ik vanavond niet hoef te wassen. Dat is het enige. Dit is het verhaal van de knijper vandaag en tot morgen dan weer. NOS Hilversum 1, Radio Tour de France, de kneedstory. Nou, beste luistervrienden, dit wordt weer een volgende verhaal van de kneed. We hebben vandaag plusminus om en bij 300 kilometer gereden. En meer is achter op de fiets gezeten door regen en wind en over berg en over dal heen. Ik, wat mezelf betreft, ik had het verschrikkelijk moeilijk vandaag. Want ik zit de knijt op een gegeven moment helemaal niet meer zitten, want het werd een beetje kramperig. Vanwege die kou en de regen erop en alles. Toen ben ik de straat gegaan bij die verse renners en er waren verschijnen renners die zaten. Dus ik heb me eigenlijk eroverheen gezet. Toen kwamen we bij de eerste echt lastige berg hier. Dit was plus minus 70 kilometer voor het eind. En doordat je dan gaat zweten en de circulatie krijgt, is die kramp weggegaan gelukkig. En toen ging het wonder boven wonder, ging het hartstikke goed. Had ik met Lup afgesproken, met Henk, dat het allemaal mannetje hadden, zodat ik het de Skyper uitgezocht voor te volgen. Maar ja, door die kramp doet dat een beetje in water, want ik moet helemaal van achteren komen. Dus ik zei tegen Henk, neem mijn taak even over. Nou goed, dus Henk die is bij Kuiper gebleven. Toen op een gegeven moment, toen had Henny een lekke band aan de voet van de Oude Levee. Nou, dat is een geweldig lastig rotmoment om een lekke band te hebben, want bijna slechte keer het niet hebben. Dus Kuiper het alle pech van de wereld gewoon. Toen kwam hij dus in een groepje waar ik in zat, want ik zat dus eigenlijk van achteren. Nou, hij is het hele peloton voorbij gereden in die klim. Met mij in de wiel, en ik begon net op dat moment die goede benen te krijgen. Dus toen kwamen we van voren op een gegeven moment. En toen heb ik Henk gezegd, doe je eigen plan maar, trek je eigen plan maar, ik blijf wel bij Kuiper. Nou, dat heeft Henk dus bijzonder goed gedaan, want wat schetst mijn verbazing toen ik hier het aankomstcircuit op kwam rijden. Toen kwamen wij dus de ene kant op, toen moesten wij naar 2 kilometer en die kopgroep die kwam dus van de andere kant. En toen zag ik Lubbe er even op rijden, dus dat is niet slecht voor Henk. En ik kan dus eigenlijk wel zeggen dat rally wint het land te zijn in de lucht. We hebben dus over het land gereden in het water en vandaag Lubbe in de lucht, dus niet slecht. Ja, vanmorgen krijgen we weer een tijdrit. Ik heb vanmiddag met de renners erover gehad, we hebben dus eerst grote prijs van Frankfurt gehad. Toen hebben we Gent-Wevelgem gereden, dat was dus gisteren. Nou, vandaag luik best een hard luik. Morgen rijden we een kleine Grand Prix de Nation. Overmorgen rijden we Parijs-Roubaix. Dus meneer Levitan heeft het wel erg leuk voor ons gedaan. Hij vindt het eigenlijk geweldig om ons een beetje af te peigeren. Wat hem, moet ik zeggen, aardig lukt hoor. Het lukt hem aardig. Maar we laten ons er niet onder krijgen. Ik voel nu kleine regendruppeltjes op mijn neus. En ik dacht dat we hier maar 12 van de kneep mee moesten besluiten. Ik wens u allemaal smakelijk eten en wel te rusten tot morgen dan weer. NOS Hilversum 1, Radio Tour de France, de kneedstory.
luister zit aan het toestel. Ik denk dat u misschien wel aan de stem van de knijt hoort dat er iets niet in orde is met de knijt. Want ik moet u vertellen dat Leef ik daar het zo voor elkaar gekregen heb. In deze laatste twee dagen van de Tour ons plus minus 600 kilometer verder weg te brengen. Met zulk strontweer, eigenlijk smakelijk. Dat de knijt het verschrikkelijk voor zijn kiezen gekregen heb. Deze nacht heb ik, moet ik zeggen, heel slecht geslapen. En ik hoop dat mijn kamergenoot en Lubberding dat... In het algemeen conferentie. Hij is ook een paar keer wakker geweest, maar ik heb dus eigenlijk helemaal geen overzicht gedaan. Vanmorgen heb ik dus weer een nieuw kuurtje antibiotica begonnen. En ik zag het eigenlijk voor deze tijd dus helemaal niet meer zitten. Met het gevolg dat ik mijn supersnelle, verschrikkelijk sterk en vreselijk flitsende wiel aan Henk Lubberding gegeven heb. Met de platte spaken. En ik ben dus met gewone wielen gaan rijden, maar het... Het moraal van die snelle wielen, dat is eigenlijk bij mij ook een beetje ontschoten, want wat schetst mijn verbazing. Ik begin dus te rijden met het idee van, nou ja, we zien wel hoe ver we komen. Ik had gewoon geen lucht en gewoon helemaal geen goede benen. Nou ja, ik rijd hier 5 kilometer in het vertrek weg en ineens leek het wel of de zon ging schijnen. En ik begin daar verschrikkelijk te rijden. Ik hoor op een gegeven moment dat ik 15 seconden achter lig op Ino. Ik denk, nou, dat is nog niet zo slecht eigenlijk. Want Ino, dat is eigenlijk een soort met hulk. Die man die rijdt versnellingen waar de hulk dat u tegen zegt, dat zou geen een man in het peloton krijgen dat weggedraaid. En dat doet hij nou dus wel. Dus ik denk, nou knijt je daar niet zo slecht. Toen ben ik gewoon doorgegaan naar de streep toe. Nou ja, die streep die lag dan om plus minus 20 kilometer verderop. Waar ze mij lichtelijk op konden baren. Ze hebben me dus stil op een stoepje neergezet. Toen ben ik 5 minuten bewusteloos geweest. Toen kwam de dokter erbij, die heeft me een beetje bijgebracht en... Hier zit ik dan op een beetje met een microfoon voor mijn neus om de knijtstory te vertellen. Dus u ziet, u wordt meteen heet van de knijt voorgelicht, hoe het allemaal gegaan is vandaag. Ik moet even zeggen dat ik heb het idee, de Paralympics die zijn nu aan de gang, dus dat is de Olympische Spelen voor gehandicapten. Maar ik denk dat een knijtenman bij het onderdeel wielrennen met ademhalingstoornissen toch zeker redelijk hoge ogen zou gaan gooien. Ik zie hier een klassementje dat je nou 1 minuut 16 gepakt hebt op zoetemelk. Dat vind ik nog niet zo slecht. Ik had zo 1,5 minuut ingereikeld. Dus dan heb Joopie nog 14 seconden sneller gereden dan ik gedacht heb. En Joopie heb al met al 9 seconden sneller gereden. Dus ik heb nog steeds de prijs van de Telegraaf. Ik ben nog steeds de beste Nederlander in het algemeen klassement, wat mij geweldig tevreden stelt. Ik zal me morgen geweer als een tijger op de stenen. En als... Joopie eventueel pech krijgt, dan hebben we gisteren afgesproken dat de wielen links en rechts aan de oren van de rallyploeg vliegen. Want we zijn allemaal bereid om gelijk een wiel te geven. Ik hoop niet dat het nodig is, maar ik heb het idee dat zal Theo Komi morgen waarschijnlijk wel gaan vertellen hoe die helft van het noorden er een beetje uit gaat zien. Want wat gebeurt daar namelijk? Die stenen, dat zijn dus niet alleen kasseien, maar het ligt allemaal van dat blubber en dat bagger naast. Nou is dat op zich niet zo erg. Maar er gaan dus op een gegeven moment rijden er 20 of 30 journalistenauto's voorbij en die gaan allemaal langs de kant rijden. Met het gevolg dat die blubber en die bagger en het water, dat rolt over die stenen heen. En dan komen wij pas, nou ja, dat gaat natuurlijk morgen een modderballet worden. Ik hoop dat ik er heel uitkom, want ik ben wat dat betreft een beetje egoïstisch ingesteld. Ik zie liever een ander vallen als dat ik het zelf doe. Ik zal het hoogstwaarschijnlijk heel voorzichtig aandoen. Dus ik denk dat u morgen niet de knijters beste Nederland algemeen klassement terug zal vinden. Maar we blijven even goed optimistisch, we gaan gewoon door met ademhalen. En ik hoop dat meneer Levitan als rallyploeg niet in onder ziet gaan. En ik wens u in ieder geval voor het moment smakelijk eten. Dit is het verhaal van de knijter vandaag. Tot morgen dan maar weer. LOS Hilversum 1, Radio Tour de France, de kneedstory. Goedenavond, beste luistervrienden. We zijn hier in Compiègne. En het is bedoeld 7 minuten over half 6. Dus we gaan dit eventjes live voor u ten berde brengen. Ik moet eerst even, voordat ik alles vergeet, even mijn schoonvader feliciteren, want die is jarig. En dat gebeurt ook maar 1 keer in het jaar als je jarig bent. Enkel bij gewone mensen, maar wielrenners die worden 3 keer per jaar jarig. En sorry voor het hoesten, want ik ben een beetje verkouden. We hebben gisteren geen verhaal van de kneed gehad, omdat het was gisteren dermate slecht. Niet alleen het weer, maar gewoon de stenen en alle andere troep. Dat het verhaal van de kneed ging volledig mist in, want we kwamen heel veel te laat binnen.
Op een gegeven moment kijk ik op mijn klokje, was kwart over zes, toen vraag ik, maar ik geloofde het niet, want er waren oude stenen gereden en mijn klokje zou over zijn voor gaan tikken. Toen vraag ik alleen maar vliegen, laat is het, hij zei kwart over zes. Ik zei, nou, dat gaat gezellig worden. Ik moet de mensen waarschuwen die naar Frankrijk op vakantie gaan, want daar rijdt een man in een rode auto in de rond en die rijdt voor een stel wielrenners uit. En in mijn mening is die man verslagen gek. Dus komt niet te dicht bij hem in de buurt. Hij heet Levitan in de wielerkringen, door de renners Levitan genoemd. En dus ik zou je zeggen dat hij gewoon een beetje uit de buurt moet blijven. Nou heb ik gisteren heb ik het volgende meegemaakt. Ik rijd dus die stenen op, die helft van het noorden, wat gewoon verschrikkelijk was. En toen is er daar een overval, een bankoverval. Dus er komt zo'n bankovervaller, die komt op mij af met een pistool. Hij zegt, je geld of je leven? Ik zeg, ja, mijn beste kerel, ik heb geen geld bij me. Hij zegt, nou goed, wat ben je van je vak dan? Ik zeg, nou, ik ben wielrenner. En hij zegt, nou, dan moet door, want dan heb je geen leven ook. Dus met andere woorden, mijn leven dan, je maakt het ook weer bond. Nou heb ik ook één optimistisch bericht, want er zijn niet te veel optimistische verhalen van de kneten de laatste tijd verschenen. En dat heeft ook te maken met het weer, want het weer is ook zeer depressief. Maar vandaag hebben wij de zon 2 seconden gezien. Dus er is hoop. Hij is nog niet dood, de zon. Hij leeft nog. Misschien dat we morgen in de zon rijden. Dus dat kleine zonnestraaltje wat we vandaag uit hebben, dat geeft ons hele grote hoop. De modder die kleeft nog 10 centimeter dik op mijn benen. Hoe ik mijn schoenen schoon ga krijgen, dat weet ik ook nog niet. Ik vind dat Koos Postema, die dus in Hilversum zit, nu maar even wakker moet worden, want de kneed is een beetje uitgepierd. Ik moet er nog bij vertellen dat ik vandaag 3 of 4 in de etappe geworden ben. Ik heb het zo gauw niet kunnen bekijken. En ik hoop dat morgen de ploegentijd is, dat is dus morgenochtend, dat we daar met de rallyploeg iets van maken. Dat we gewoon doorgaan met ploegentijd te winnen. Zeker is het niet, want er zijn 4 jongens bij ons in de ploeg die gewoon in de verkouden zijn en antibioticum zitten. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik zou zeggen, cozy jongen, word eens even wakker daar en neem het spel maar over van de kneed. Goedenavond, beste luistervrienden. We staan hier bij aankomst in Rouen. Dit gaat een tamelijk zeer optimistisch bericht van de kneed worden, want we hebben vandaag 2 etappes gehad en die zijn alle 2 door TRL en Kreda gewonnen. Vanmorgen was dus een ploegentijd aan de orde van de dag. En dat wil dus zeggen, dat op de radial. En nou moet ik bekennen dat wij in het begin allemaal hele slechte benen hadden. Ik denk dat ze een koude weer kwam van de laatste weken, maar we waren eigenlijk niet vooruit te branden. Tot op een gegeven moment, toen kwamen we er eigenlijk een beetje door en dat was 25 kilometer voor ten. Die ploegentijd die duurde 65. En toen bleek we op de ploeg van Pevenage 35 seconden achter te leren. En toen zijn we eigenlijk goed in stoom gekomen. Oosterhoort die begon goed te rijden, ik begon goed te rijden. Joop die reed al goed. En in de finale toen pakten we op die ploeg van Pevenage 1 minuut 20 terug. Dus wij eindigden zoiets van 45 seconden voor. En we hebben die ploegentijd het ook gewonnen. Wat wil zeggen dat Joop met name, want dat draait het eigenlijk allemaal om. Die pakt dus vreselijk veel bonificatie op Ino. Want Ino die schijnt wat vreselijk aan zijn knie te hebben. Ik vraag me af wie niet wat aan zijn knie krijgt met zulke weer. Want de hele rallyploeg die hangt van antibiotica aan elkaar. En dat wordt natuurlijk niet in de pers vermeld, maar het is natuurlijk wel zo. Maar als meneer Hino een pijntje in zijn knie heeft, dan is het gelijk een soort met wereld in elkaar storting. In het Franse gebeuren. En ik hoop dat die jongen er overheen komt hoor. Daar niet van, ik hoop niet dat het erg is, want we zouden de strijd in deze tour gewoon enkel maar minder maken. Ik sta hier in Rouen en daar heb je een raar sprint gewonnen van het peloton, waar wij verschrikkelijk voor hebben moeten werken op het laatst. Want het was links en rechts gedemoreerd om ons overheen. Lubberding heeft met name vreselijk goed gereden. Ik heb ook mijn portie gedaan zo goed als ik waar het ging. Op het laatst was Jan van der Velde ook vreselijk goed, want we reden deze laatste 2 rondjes aan die van der Velde reed op kop. En ik kon werkelijk geen plekje opschuiven. Ik zat op een gegeven moment op de 25e plek en dan bleven we gewoon maar zitten. Want we konden, als je met je snoetje in de wind kwam, dan wappen die zo naar achteren toe. En als ik dat heb, dan hebben de meesten dat wel, dacht ik. We gaan morgen weer een van de bekende schoolreisjes maken van meneer Levitan. Dus dat wil zeggen, we gaan morgen gewoon het eerste stukje in de trein. En daar zullen we dan wel eten en omkleden en zo. En daarna krijgen we een etappe van 162 kilometer naar Saint-Malo. En dat klinkt heel optimistisch in de oren, want in Saint-Malo gaat de rustdag gepleegd worden. En ik heb ook altijd pech, want de rustdagen zijn eigenlijk mijn beste dagen in de Tour. En daar rijd ik altijd het beste. Maar ja, het is dan helemaal niet anders. De Tour die schiet aardig op, we zijn nu al een weekje weg. Dus dat wil maar zeggen dat we nog 2,5 week moeten. En de rallyploeg die
is heel optimistisch. Er zijn berichten in de Nederlandse kranten dat wij als hele ploeg niet achter Joop Zoetemelk zouden staan. Daar is dus helemaal in niet één puntje van een letter van waard. Want het hebben we helemaal geen zin, want Joop is gewoon onze kop. Maar kijk eens, hij op een gegeven moment een steek laat vallen in de helft van het noorden. Dan mogen wij als inspraakrenners gewoon zeggen wat we daarvan vinden. En dan wordt het gewoon uitgepraat. En het is binnen een half uurtje te bekijken. We zijn geen voetballers die daar maanden over oude hoeren. Wij doen gewoon, wij handelen dat in een half uurtje af en dan wordt er niet meer over geluld. En ik hoop dat ik er goed ingelicht heb over de zaken zoals in de rallyploeg gaan en wat er vandaag allemaal gebeurd is. Dit is het verhaal van de kneet. En ik hoop u morgen weer aan de radio te vinden. Radio Tour de France, de kneetstory. Dit is het verhaal van de kneet van vandaag. Dit wordt een heel optimistisch en ook wel een beetje kritisch verhaal. Het optimistische gedeelte dat schuilt hierin dat Bert Oosterbos vandaag de etappe voor de rustdag gewonnen heeft. Hij denkt ik zal me alles aan mijn kast draaien, want morgen kan ik toch rusten. Ik moet zeggen dat het misschien heel vreemd klinkt, maar we hadden vandaag, Bert en ik met name, zeer slechte benen in het vertrek. Toen was er op een gegeven moment een groepje weg en toen moesten wij met z'n tweeën op kop harken voor het groepje terug te pakken, want er zat er geen even rally mee. En toen werden we teruggepakt. Dus het groepje dat was teruggepakt en Bertje zegt, knijt jongen, ik ken helemaal niks meer. Ik zeg, Bertje. Hij zegt, pas op, hij zegt, let op de kneet, want die heeft het vaker meegemaakt. Hij zegt, misschien ga je nog wel winnen vandaag. En wat gebeurt er? Bertje die wint. Die rijdt het hele spel naar huis toe en die wint hier alleen voorop. Wat een geweldige overwinning is. Want dit was een vreselijk lastige aankomst. Vooral als je dus alleen voorop rijdt, dan val je zo stil als een mus op het laatst. En hij heeft het volgehouden. Ik denk dat hij wel een van de, zo niet de, verschrikkelijk hardste rijder van de hele peloton is. Nu moet ik u iets vertellen over een journalist. Die denken geloof ik dat wij wondermensen zijn, want wij komen over de streep. En die journalist die vraagt mij, heb jij gezegd dat Oosterbos moest demereren? Dan vond ik dat natuurlijk een hele vreemde vraag, want wat wil het feit? Die kopgroep waarvan Oosterbos uit demereren, die was op dat moment 300 meter voor het peloton uit. Dus ik stel me voor dat die journalist op dat moment gedacht had dat ik telepathische gaaf had, dat ik door het middel van telepathie met Oosterbos in verbinding stond, die moest demereren. Dus kunnen we nagaan wat soms journalisten domme vragen kunnen stellen. Nu we toch een beetje op een journalistieke vlak beland zijn. De kranten die komen hier een beetje laat binnen. Nou heb ik een krant gelezen van Jongslijn maandag. Dat was na de rit van Luik en die tijdrit. En toen bleek het dat ons aller Jan Jansen, de ex-Tour de France winnaar, die heeft een column in een of andere Hollandse krant. En die schrijft daarin dat de renners in de Tour de France, die zijn niks meer. Want ze kunnen niks meer, want in zijn tijd was het allemaal veel beter. Want hij had kortleden nog contact opgenomen met de ploegleider, zijn ex-ploegleider de Muir. Dat ik even nagetrokken heb, maar dat naderhand helemaal niet waar blijkt te zijn, maar dat doet hij dan niet toe. Want de renners die konden niks meer, want hoe het mogelijk was dat Lubberding dus 3 minuten voor was in Luik, dat begreep je niks van. En het zomaar een groepje 8 minuten kan pakken, daar begreep je helemaal niks van. En dat Rudy Pevenage zijn onbekende Belg in de gele trui reed, daar begreep je natuurlijk helemaal niks van. Nou wil ik Jan even zijn herinnering een beetje ophalen. Of hij misschien een Sjorsje van den Bergen vergeten is. Deze jongen die heeft dus in de tijd van Jansen 16 dagen in de gele trui gereden, waar ook nog nooit iemand van gehoord heb. Dan moet ik hem ook nog even herinneren aan een kleine Karl-Heinz Kunde, omdat hij het toch altijd over kleine renners had. Deze Karl-Heinz Kunde was de kleinste renner van het peloton. En dat was wel toevallig de renner waar Jan Jansen de gele trui van afpakte. Wie hij de dag daarna nog een beetje verloor ook, naar Turijn, wat ik ook eigenlijk niet zo geweldig vond. Maar ik bedoel hier alleen maar mee dat mensen die hun eigen een beetje geweldig aan vinden, die moeten oppassen, want die zijn niet zo geweldig. Jan Jansen die hoort te weten wat een Tour de France is en hoe lastig wij het hebben. En dan moet hij niet van die onzinverhalen in de kranten schrijven. Want ik zeg maar zo, ik zit gewoon in het peloton, elke dag, en ik weet het soms niet eens. Hoe kan Jansen dan voor de tv met een glaasje bier naast me wel weten? Dat vraag ik me eigenlijk af. Ik moet zeggen dat we morgen de rustdag gaan plegen. Dat is eigenlijk mijn beste dagmeester in de Tour, daar rij ik altijd makkelijkste. En dan heb ik ook altijd pech dat we niet hoeven te rijden, maar ja, daar hebben de anderen weer geluk aan, dus wat één pech heb is de ander geluk. We gaan morgen een stukje trainen en zoveel mogelijk rusten. De mechaniekers die benutten deze dag om de fietsen helemaal te reviseren en na te kijken. En dan moet ik Jan de Grant, dat is onze hoofdmechanieker, een extra pluimpje geven, want die fiets waar Bert Oosterbos dus vandaag op gewonnen heeft, die bleek een beetje mankementen te hebben. Door de helft van het noorden schijnt die brekkertas die schijnt vastgelopen te zijn. Dus wat heeft Jan de Grant onderweg gedaan? Die heeft eventjes een nieuwe brekkertas rijdend op de auto ingezet. En die heeft weer zijn fietsje aan Bert Oosterbos gegeven. En Oosterbos heeft vandaag gewonnen. Dus dat wil ik maar even zeggen dat het niet alleen de renners zijn die hier de overwinningen behalen. Maar ook
Dus met name personeel, dat is dus mechaniekers en soigneurs ook. Want als wij over de streep komen, dan staat er Ruud Bakker met een kopje warme thee en een beetje drinken en een warm doogjek. Dat we geen kou vatten. Dan moet ik wel een grappig verhaal vertellen van een Belg, dat is Mark Reinier. En die is nog een keer in ontsnapping geweest. Hij zegt, mijn vrouw komt naar de rustdag en die neemt een konijntje mee. En dat konijntje, dat steek ik de dag na de rustdag en de eerstkomende dagen steek ik die in mijn achterzak. En want dat brengt me geluk, want dan zit ik in een kopgroep. Toen zeg ik tegen hem, ik zeg, ja, maar als je niet meespringt, kun je nooit in een kopgroep zitten. Hij zegt, nee, want daar heb ik juist het konijntje voor, want dat zal dan wel meespringen. Ik moet ook nog even Tony Eck feliciteren. Ons aller teun, we hebben vandaag een beetje gegokt op Leo van Vliet, dat is zijn persoonlijke poulain voor de etappe-overwinning. Want die heeft verleden jaar dus ook gewonnen op zijn verjaardag. Maar nu was het dus Bert Oosterbos en ik hoop dat Teun eigenlijk even goed tevreden is. Ik hoop dat dit een smakelijk verhaal van de kneep is en ik hoop dat het uw eetlust niet bederven heeft. Ik hoop dat hij extra smakelijk eet en morgen dan maar weer.